Als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat, dan is het wel Wilders hier tegenover mij. Tegen sancties voor Rusland nadat ze Oekraïne aanvielen. Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert. Voorzitter, ik heb het idee dat deze kwalificatie bij de heer Wilders nog enigszins wel bekend voor zou komen. Ja, u gaat verder met uw betoog. Mijn vraag is, meneer Wilders, u heeft kunnen zien 2 weken geleden dat ze in Oekraïne heel veel gebieden bevrijd hebben. Dat ze zien dat mensen huilend als soldaten die bevrijders in de armen vallen. Dat er massagraven werden ontdekt. Dus mijn vraag is, bent u blij dat de Oekraïne die gebieden heeft kunnen bevrijden en dat die mensen nu niet meer onder het Russische terreurregime hoeven te leven? Voorzitter, ik ga even terug naar het gas. Want dat heeft te maken met Rusland en dat is een antwoord op uw vraag. Kijk, u heeft Nederland in de handen van de Russen geduwd, niet ik. U heeft dat gedaan. Nederland, mevrouw de voorzitter, gebruikt per jaar ongeveer 40 miljard kuub aan gas. 20 miljard daarvan halen wij uit onze eigen grond. En wat heeft u nou gedaan in uw kabinet? U heeft van die 20 miljard die wij zelf ophalen uit onze eigen grond, heeft u 90% verpatst. Heeft u verkocht. Nou, voorzitter, dan wil ik nog één ding, want ik zag deze interruptie natuurlijk al aankomen. 2008, een notaoverleg energie, hier in de Tweede Kamer. Een collega van mij, de heer Graus, hield u toen voor, D66, het volgende. Die zei, voorzitter, wij worden dadelijk nog bij oorlogen betrokken. Dan zullen meer mensen sneuvelen dan aan kerncentrales die worden gebouwd. Geloof mij, er komen oorlogen als wij afhankelijk blijven van onbetrouwbare landen zoals Rusland. 6 oktober 2008. Hij diende een motie in om op deze reden te zorgen voor meer kernenergie. Wie stemde tegen? D66. Dank u wel.